Uh, 100, 100, 100 staat voor 100 dagen. 100 gezinnen. 100% afvalvrij. Nu is dit natuurlijk een enorme uitdaging, maar het helpt je om je bewust te worden van de hoeveelheid restafval. en daarin zo min mogelijk restafval te produceren. Het project is ontstaan vanuit de gemeente Zuidplas. en vanuit Cyclus en de andere verwerkers van afval. Uh, om te proberen of we met z'n allen, de afvalveroorzakers. Minder afval konden produceren. De rol van de gemeente is: die heeft een informatieavond uh, ge georganiseerd in samenwerking met cyclus uh, om uitleg te geven hoe het project werkt en heeft daarom ook deze weegschaal ter beschikking gesteld om de restafval te wegen per week. De gemeente heeft als rol in dit project: ze hebben natuurlijk een belang uh, minder afval produceren, minder vuilnisbakken. Dat is uh, Win-win uh, is ook interessant. Uh, wij proberen pro produceren minder, uh, minder kosten. Ja, iedereen wint erbij als we met z'n allen minder afval produceren. Wij doen mee aan 100-100-100 om voor onszelf de puntjes op de i te zetten. We hadden namelijk het idee dat we al heel erg op de goede weg waren, maar het kan natuurlijk altijd beter qua afvalscheiding. En het is ook heel erg leuk om de tips en adviezen van andere deelnemers op het forum te lezen. Uh, mijn vriendin en ik doen mee. Uh, wij vinden dat we al aardig goed bezig zijn met recyclen. We composteren best wel veel. Uh, scheiden van afval doen we al. Uh, zelfs de theezakjes doen we apart in de papierbak. Uh, ja, wij vinden het leuk om ons te meten. We vinden het leuk om te kijken hoe anderen iets, iets aanpakken. En misschien kunnen we nog wat leren. En het leek me reuze interessant om te kijken of je het restafval uh, kan verminderen hierdoor. Ik scheid plastic, papier, glas en GFT en als het goed is hou ik dan geen restafval over.